ik weer een Halloween tutorial voor jullie. Deze keer een vampier. Als jullie zelf deze look willen kunnen creëren, blijf dan vooral kijken. Natuurlijk begin ik weer met primer. Ik gebruik de Revolution Makeup Revolution London Ultra Face Base Primer 24 Hours Makeup Protection. Dan door naar foundation. Ik gebruik de allerlichtste foundation die ik heb. Deze is van Oriflame Giordani Gold in de kleur Porcelain. En omdat ik die nog niet licht genoeg vind, meng ik dat nog met witte gezichtsverf. Om het te zetten en een klein beetje kleur te krijgen, heb ik van de Rimmel Stay Matte de Long Lasting Pressed Powder in de kleur Peach Glow. Ga ik heel licht contouren. En die ga ik dan vervolgens overheen met een wat grotere kwast en grijze oogschaduw. Dan gaat het vooral dus om het donkergrijze. Ik maak mijn wenkbrauwen echt onwijs donker. Dan neem ik een lichtrode kleur en daarmee ga ik in de arcadeboog. Dan gebruik ik een donkerrode oogschaduw en daarmee ga ik over die lichte heen. Dan neem ik een schone blending brush en blend ik alles uit. Dan neem ik het rest wat er op de blending brush zit en daarmee ga ik over de onderste wimperlijn. Dan ga ik door met de platte kwast en een zwarte kleur. En die breng ik aan over mijn ooglid. En dan gebruik ik weer de blending brush om alles te blenden. Om het heel realistisch te laten lijken gebruik ik een heel dun kwastje. En een klein beetje zwarte verf. En dan ga ik hele dunne lijntjes mee trekken onder mijn ogen. Breng ik met een potlood op mijn waterlijn een lijntje aan. Dan ga ik nog een keer over het zwarte heen. En nog een keer blenden. Dan gebruik ik een liquid liner om mijn wing te zetten. Ik krul mijn wimpers en ik breng mascara aan. En om het echt af te maken, doe ik valse wimpers op. Dan gaan we verder met de lippen. Ik gebruik een rode verf voor mijn lippen. En dat breng ik aan over mijn hele lippen. Dit werk ik verder af met zwarte oogschaduw. En de rode oogschaduw nog in het midden. Dit was het dan weer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als het zo is, geef me even een duimpje omhoog. Alle producten die ik heb gebruikt zullen vermeld worden op mijn blog missbeautyvalue.com. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal om geen enkele video meer te missen. En ik zie jullie weer in de volgende video. Doeg!